Zit mooi in de lakken, deurtje. Goedemiddag. Goedemiddag. Hallo, Herman. Ik ben Herman. Ik ben Rutger. Goedemiddag. Goedemiddag. Komt u binnen? Ik kom even binnen, ja. Want ja. Er zijn problemen hier, hè? In Sluiskiel, heb ik gehoord. Dat klopt, dat klopt. Nou ja. Zien we jou alleen niet meer, dus nu moet je niet weer rennen voor de kamer. Ja, daar is hij weer, daar is Herman. Okay. Ja, daar is Herman weer, ja. Ja, schade, hè? Ja, we hebben veel schade door het vocht en grondwater. Grond en vochtwater, en waar is die schade dan? Hier vooral. Komt u binnen dan? Ja, dan komen we binnen, ja. Als je even rond binnen wil komen allemaal, ja. Dan kan ik het laten zien. Ja. Vooral in de gang. Luister even naar Herman, jongens. Vooral in de gang, de dragende muren. Ja. Ja. Oh ja, ik zie het daar. Dat is dit toch, bedoel je? Dat is de verwarming. Dat is de oorzaak van het vocht. Ja. De pleisterlaag die laat los. Ja, en de muren bewegen s'avonds. De muren bewegen? Ja, ja, door het vocht. En dan heb ik hier schimmelvorming. Ook onder de tv. Door het optrekkende vocht. Kijk, hier onder de tv moet je wel een beetje naar beneden kijken. Dan moet je echt op je knieën, echt. Ja, ja. Oh ja, oh ja, dan zie ik het wel, ja. Ja? Oh ja. Oh ja, dat is een beetje smerig, ziet dat eruit, ja. Ja, dat is de oorzaak van het optrekkend vocht. Oh ja. Van het grondwater. En wat staat daar dan voor bakkie? Dat is het vochtvreter. Oh, daar heb je een vochtvreter neergezet? Ja, ja. Omdat het dan... Elke week maak ik hem leeg. Oh, er zit gewoon een laag water. Zit er allemaal vocht in dat bakje? Ik kan je laten zien. Ja, nou maar kijk, mag ik het pakken? Ja, mag het. Oh ja, maar dit schaaltje... Je hoeft niet te gaan drinken, hoor. Maar dit schaaltje heb je gewoon net gevuld, denk ik. Ja, dat is voor de hond. Dat is voor de hond? Dat is voor de hond. Want dat dus kan natuurlijk ook, hè? Dit nou op het moment naar buiten. En hier zit water in? Ja. Op het moment niet, nee. Hij is helemaal leeg, Herman. Ja, dan is het pas leeg, man. Als nou de tv langskomt, vul je toch even dat ding met water. Dan kun je zeggen, van, dan zit die vocht in de muur. Dan heb een vrouw net leeg gemaakt. Sorry. Maar hij wordt om de 2, 3 of 4 dagen wordt hij dan leeg. Oh, kijk, hier ligt wel water nog. Ja, ja. Er is wel iets gelekt. Dus. Herman is niet de enige met vochtproblemen. De hele buurt kampt met dezelfde schade. Hallo. Ik ben Rutger. Ik ben Ger. Even box. Ger? Ger. Ger. Ger, ja. Gert of Ger? Hoe Ger? Ger. Gewoon Ger. Ja. Ah, je ook schimmel in je huis? Een schimmel in huis en de muren zijn helemaal vochtig. Oh ja. Hallo. Goed, 100% vocht. Dat kun je voelen. Kijk, geïmpregneerd. Ook laten geïmpregneren en zo. Maar, Oh, er zit allemaal van die stalen pijpen in. Wat is het? Ja, nou, wij hadden overstroming en dan werd ons dit aangeraden om het vocht uit de muren te krijgen. Ja. En dat is een ronde middel ons huis. Oh. Want het water bleef bij ons eigenlijk staan. Oh, en helpt het? Niet echt. Het is nog kouder in huis, maar we kunnen het niet isoleren. Oh nee, want er zijn natuurlijk gaten eigenlijk in principe. Hè? Ja, dan kan je huis niet isoleren. Oh nee. Die muren zijn gewoon helemaal nat. Ja, ik zie het, ja. Dus Je ruikt het ook een beetje, hè? Volgens ja, een nieuwe vloer erin moeten leggen. En daarachter kun je ook heel goed zien, onder. Ah, dat is niet fijn, hè? Nou, hier achter die muur ook al, achter die deur. Dat is ook allemaal wel plat zat, kunnen voelen. Hier onder ook. Ja, is, voelt het nat aan? Ja, dus hier is nog erg. Oh ja, dat is nat, ja. Hier is nog erg. Ja, dat is echt nat. Het is gewoon echt, ja. En waar komt dat water vandaan? Grondwater. Van het kanaal. Van het kanaal, hè. Ja. Ja, de wethouder is hier komen kijken en hij deed net of dat er niks aan de hand was, maar... Ik zei, wij zitten wel met het probleem. Ja, en dan zeggen ze ook nog van, ja, dat is voor de bewoners zelf. Maar zo werkt dat niet. Hoe bedoel je? 4.000 euro dat impregneren. Ja, hier zijn meer dan 11.000 euro kwijt. Van... En dan moet je allemaal zelf betalen? Ja. Ja. En waar komt dat vandaan, dat grondwater? Deze grondwater komt van het kanaal. Dat zijpelt onder de damwanden, het sluit heel binnen. Het kanaal is 12 tot 13 meter diep. En de damwanden zijn maar 8 meter. Ah, dus die damwanden moeten eigenlijk dieper? Die moeten eigenlijk dieper. Jij hebt dan hier en daar al wat schade. Wie neem je iets kwalijk? Nou, ik neem de Rijkswaterstaat en de gemeente. Dat neem ik kwalijk dat ze ons niet gehoord hebben. Dus, maar ja, ik zeg nogmaals, we zitten constant over het vocht te praten, maar tot een oplossing kom je niet. Nee, nee. Ik zeg, we kunnen wel iedereen laten komen, van pers en televisie, noem maar op. Maar de gemeente en de Rijkswaterstaat moeten reageren. Ja, en die reageren niet? Nee, absoluut niet. Nee. Als je nou gaat in april hebben een gesprek gehad met Corrie van Nieuwhuizen. En die had gezegd, we moeten rond de tafel komen. En je hoort niks. Nee. Nee.